Voorlopig geen matzoontjes en geen Adnanen Tighadouini bij NAC. Onprofessioneel gedrag, zo heet dat dan. Veel concreter wil de technisch directeur Graeme Rutjes niet worden. Laat ik zeggen dat wij hopen dat ze het besef hebben dat ze meer moeten brengen. We hebben vanmorgen een gesprek gehad. Ze zeggen dat ze dat besef wel hebben. Nou, dat zien we niet, dat zien wij niet terug. Maar wanneer zie je dat dan niet terug? Nou, de hele dag. Hè? Dus zowel in het veld als buiten het veld. Je hoeft ook niet over te liegen dat wij het als elftal niet gezien hebben. Dat er af en toe wat dingen speelden. Maar om daar nou op in te gaan, heb ik niet zoveel zin in. Het duo zorgt bij NAC al een tijdje voor irritatie. Bij zowel spelers als technische staf. Toch leidt het schorsen van de spelers wellicht tot nog meer problemen. Tighadouini stuurt nu aan op een vertrek bij NAC. Voor mij hoeft hij niet weg, voor mij mag hij ook niet weg. Dus we gaan daar gewoon mee zitten. Ja, en leidt dat tot een conflict en daar dreigen we dan in te rollen. Ja, dan is dat maar zo. Heeft er geen spijt van wat u nu heeft gedaan, dat u nu een bom heeft laten ontploffen? Nee, maar kijk, het is, dit soort dingen gebeuren. Hè. Maar heeft u er spijt van? Ik heb er absoluut geen spijt van. Het is een NAC-soap die nog wel even zal lopen. Blijft staan, voor de zoveelste keer gaat het bij NAC over bijzaken in plaats van over voetbal. Dat is niet alleen dit seizoen hoor, dat is natuurlijk al een paar jaar aan de gang dat je er af en toe wel moe van wordt. Dit soort dingen, dit kost je gewoon heel veel energie en daar heb je eigenlijk niet zo heel veel zin in. Bent u nog aan het leren als technisch directeur? Op allerlei vlakken, ja. Is dat ook niet een beetje het probleem? Ik weet niet of dat een probleem is. Ik denk dat ik ook wel weer dingen bijbreng. Sommige mensen lopen er misschien wel voor weg. Die laten het gewoon gebeuren. En ik wijs de spelers op hun verantwoordelijkheid. En dat ze dat moeilijk vinden. Ja, in deze tijd dan is dat maar zo. De supporters zien ze nog wel weer op het veld? Seuntjes en Tighadouini dit seizoen? Ik hoop van wel. Wat denkt u? Ja.